Als u nu niet onmiddellijk ingrijpt en er komt geen elektriciteitspannen, dan bent u, voor u het weet, aan het kijken naar het eenzame hartenbureau. Eename Abdijbier. Gezegend zij Eename. Jij en ik, we willen allemaal heel knap zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft trouwens uitgewezen dat lelijke mensen meer psychisch lijden dan knappe mensen. Ik heb twee gasten in de studio. De ene wordt als knap beschouwd, dat is Dave. En de andere werd vroeger als een rariteit beschouwd, want die had een enorme wijnvlek. Hey, welkom, Christian. Dag Edwin, dat was dus een frambozenwijnvlek. Een frambozenwijnvlek. Het was heel erg en daar gaan we dan ook over praten. Je hebt 19 operaties. Ja, 19 aangezichtsoperaties. Welkom in het Eenzame Hartenbureau. Ik ben lelijk, ik ben knap. Daar gaan we het vandaag over hebben in het Eenzame Hartenbureau. Iets waar we, jij en ik, alle dagen mee te maken hebben. Dave, ik ga met jou, Dave, liever, hè? Yes. We gaan met jou beginnen. Vind jij jezelf knap? Toen ik naar hier reed, was ik mezelf ook die vraag aan het stellen. Ik word wel vaker als stijlvol of dergelijke benoemd. Vind ik mezelf knap? Ik denk wel dat ik blij mag zijn met mijn uiterlijk. Geen bescheidenheid, hè? Ja. Maar ik ga mezelf niet als knap of dergelijke gaan bestempelen. Ik weet ondertussen wel van mezelf dat ik een bepaalde charisma heb en dat vind ik wel waardevol. Ja. Christian, vind jij hem knap? Als je nu zo naar hem kijkt. Niet bepaald. Ah, nee, oké, okay, nee, zeg nee, het. Nee, ik heb het meer voor andere type mensen. Dus meer naturel, gewoon de Latino's, la charme. Vind jij hem niet naturel? Vind ik zo erg. Nee. Oké, okay. Nee. Ça va. Nee. Wauw, Davy, dat is echt een binnenkomer. Hè? Ja. Zeg, jij, Christian, jij bent, ja, hoe zou ik het uitdrukken, toch wel misvormd ter wereld gekomen. Hè? Ja, we hebben intussen de foto gezien. Ik heb je ooit eens 20 jaar geleden tegengekomen. En toen had jij die vreselijke wijnvlekken nog. En ik schrok wel. Ik dacht, oei, dat die man zo over de straat moet lopen. Hoe was dat voor jou? Bij mij behoorde dat tot mijn levenssfeer. Dus elke mens die mij tegenkwam op straat of die mij ontmoette, die bekeken mij met angstige ogen, die jaagden mij weg met echo's van verwijten. Dat behoorde tot mijn levenssfeer. Maar laat me toe om te zeggen, dus ik heb mij nooit een lelijke mens gevonden. Is dat zo, ja? Nee. Ook niet als je daar zo rondliep met die... Nee, ik was ook de persoon die mij moest bekijken in de spiegel. Ik aanvaarde mij en ik voelde mij ook niet lelijk. Ik had iets van, ik ben trots om wie ik ben en ik heb daar ook heel veel mee gerealiseerd. Ik heb ook gestudeerd. Ik heb ook mijn sympathie. De stigmatisatie daar rond klopte totaal niet. Maar volgens de normen van de modebladen en van de... Was je eigenlijk geen mooi mens. Hè? Je was eigenlijk lelijk, excuseert u mij. Ja. We gaan het benoemen zoals het is. Hè? En toch vond jij jezelf wel aantrekkelijk. Alhoewel dat mensen mij probeerden wijs te maken dat ik dat absoluut niet was. Maar dat was zo niet. Ik voelde dat niet. Ik ben opgevoed in een sfeer van, wij hebben u graag. Je bent er. Je hebt recht op een normaal bestaan. En ik heb dat ook voluit geleefd. Maar natuurlijk, je zit met die weerstand van, ene keer dat je buiten komt en je verlaat de normale zone, dus het thuisfront, dan kom je in een totaal andere situatie terecht. Werd jij gepest? Och ja. Dus
Ik kan niet zeggen dat er... En wat zeiden de mensen dan tegen jou? Heel weinig mensen noemden mij met mijn voornaam. Christian, dat was lelijke mens, rode baard, halve ach, indiaan, the elephant man. Allee, dat waren de echo's van verwijten. De geluiden van vogels, van wagens, ik heb dat lang niet gekend. Dat is pas na de operaties dat ik in een totaal andere levenssfeer terechtkwam van... Wauw, wat gebeurt er hier? Dus die echo's vielen weg. En dat is gewoon om eens aan te tonen hoe anders het wordt als jij je uiterlijk een beetje aanpast. En dat visitekaartje gecorrigeerd wordt en dat die drukfouten weggenomen worden. Ik heb knap zijn en lelijk zijn volgens de normen, de westerse normen dan, toch bestudeerd. Hè. Jij wordt echt wel beschouwd als een knappe verschijning. De juiste kaken, de juiste grootte van ogen, alles, de juiste neus, oren. Het klopt allemaal, het plaatje. Dus laten we nu gewoon eens aannemen dat jij knap bent. Hoe is dat om als knappe man of knappe vrouw door het leven te gaan? Ik denk dat, dat je voor jezelf wel vaak de afweging maakt van... Ben ik nu mooi, ben ik nu minder mooi? Dat ieder persoon dat wel doet. Eén is er meer mee bezig dan anderen. Maar ik denk... Het gaat over jou, ik heb het aan jou gevraagd. Ja, maar als ik naar mezelf kijk, dan ben ik wel vaak dankbaar van... Oké, ik heb een presentabel gezicht. Ja. Ik heb een bepaalde uitstraling, om zo te zeggen. Ik ga mezelf nooit knap of dergelijke gaan noemen. Maar ik weet ook wel dat je dat kan versterken met kleding. Is het leven, want je hebt nu gehoord van Christian wat hij al meegemaakt heeft qua pesterijen, beledigingen, werkelijk hem weggezet worden in de samenleving. Dat zal jou nooit overkomen zijn. Want het wel... Het opent wel deuren, hè, Davy? Iedereen heeft natuurlijk zijn geschiedenis. Ik heb zelf ook zware jaren gehad in het middelbaar. Heel zware jaren. Ja, hoezo? Mijn naam was dan Davy Schevi. Davy, waarom? Ik was heel, heel tenger. Ook wat rossig, dus dat mij al direct zo een bepaald middelpunt. Ach zo, ja. Ik had een heel grote bril, dus dat was... was niet ideaal. En dat heeft juist mijn verhaal ook wel versterkt. Maar je ziet dat knap en lelijk zijn een zeer ingewikkeld verhaal is. Hè? Ja, wat natuurlijk waar de gasten het helemaal over eens zijn, is dat de presentator een heel knap iemand is. En zo glijden we naar het volgende stukje van het Eenzame Hartenbureau. Welkom terug in het Eenzame Hartenbureau. En je weet, als je wil reageren op dit programma, dan kan het altijd. En het gemakkelijkste is via mijn Facebook, Edwin Isebaard. Je voegt gewoon je naam toe, een vriendschapsverzoek. En je kan me schrijven via Messenger. Oké, goed. Jullie hebben nu het geluk om naar een zeer mooie presentator te kijken. Christian. Dat geven we toe. Oh. Komt hij ook? Wat zegt hij? Komt hij ook? Ja. Relativeren. Ja. Relativeren is belangrijk. Dat heb jij toch echt wel moeten doen. Hè? Ja, heel belangrijk. Ik kan me eerlijk gezegd even een momentje, de pauzeknop. Ik kan me niet inbeelden. Ik weet of dat Dave daar ook in mee kan. Dave, liever. Hoeveel dat jij geleden hebt vroeger. Ja, dat was een constante. Allee, ja, maar dat lijden en dat pijn hebben, dat heeft mij geholpen in het nemen van de beslissingen om al die operaties te doen. Dat was een zekere sterkte. Dus lijden is op zichzelf zo slecht niet, omdat je ook veel meer nadenkt. En ook de beslissingen die dat je dan neemt om het allemaal beter te maken, dat motiveert je, dat geeft je een sterkte, dat geeft je een kracht. En ik heb dat zeker niet te danken aan God de Vader of... een of andere geloofsovertuiging, want dat is het absoluut niet. Ik heb dat ook allemaal zelf gedaan. En dankzij dat pijn hebben eigenlijk wel. Want ik wilde daaruit groeien. Ja. En dat eigenlijk, ja... Je kunt niet beter hebben dan een lijden doorheen gans uw leven. Dat maakt van u een mens om te kunnen zeggen van oké, vandaag leef ik, grijp ik het leven met beide handen en ten volle... En uiteindelijk ook doen wat de mensen met jou gedaan hebben. Geen pijn doen, maar
uiteindelijk goed zijn en helpen en lief hebben en de dingen doen wat ze juist met mij gedaan hebben. Dat vermijden, het mooie. Van wie heb jij steun gekregen in Hans dat proces? Je moet dat alleen doen. Is dat zo? Ja. Ja. Je staat altijd alleen in het leven. Dat is wat droevig gezegd nu toch? Ja, maar dat is dus zo. Je ervaart dat. In moeilijke momenten kun je op heel weinig mensen leven. En ik heb ook ontdekt dus dat mensen maar meegaan in je verhaal als ze zich herkennen in je verhaal. Maar ik was zo extreem anders dat je dat ook moeilijk met iemand kan delen. Ik neem dat niemand niet kwalijk. Ik moet wel zeggen, Ik heb één moment gehad. Even wachten. Dat was als mama zei. Doe maar rustig aan. Ja. Dat was de vooravond van een operatie. Dat hij zei van, ik kan heel veel doen, maar dat kan ik niet in uw plaats doen. En dat geeft enorm veel sterkte. Ja. Zo kon men zeggen van, oké, we zijn er, maar we kunnen niet alles doen. Maar het in uw plaats doen, dat kan ik ook niet. Maar dat doet heel veel om te zeggen van, ik doe voort. Hoe heb je dat mentaal doorstaan, die 19 operaties? Want je ziet ook, Dave, hoe belangrijk eigenlijk uiterlijk is, hè, voor de perceptie naar anderen toe. Want Christian heeft 19 mm-hmm. operaties doorwrocht om er de mooie mens uit te zien die hij nu is. Hè? Ja, ja. Dus, maar een mens dat is er toch wat voor over. Om tot, ik wilde ook die vrijheid, hè, om te gaan en te staan waar dat ik wilde. Ik wil uiteindelijk niet meer beoordeeld worden over mijn uiterlijk. Het doen en laten, van s'morgens en s'avonds, beoordeeld door blikken van mensen, dat is een onrecht. Dat recht hadden de mensen niet. En dat ticket naar die vrijheid. Ik moest me laten opereren. Dus om te kunnen leven op een normale manier, om op een normale manier te kunnen ademen, dat is toch een basisrecht. Sinds wanneer ben jij de normale, leuke, goed uitziende man die ik denk je nu toch, bent? Toch ongeveer sinds 15 jaar. Ah. Maar ik moet wel zeggen, ik heb mijn leven volledig overhoop gegooid. Zeg eens. Een andere richting genomen. Ik doe gewoon wat ik zin in heb. Oké, ik leef mijn littekens, maar op elk schilderij staan er krasjes. Ja. En elk litteken heeft een betekenis en ik ga die ook niet wegstoppen. Want anders zijn kan ook mooi zijn. Maar Christian, ook ik, hè. Ik bedoel, ik ben altijd wat obese geweest. Davy kent mij al 20 jaar. Ik ben altijd wat zwaar geweest. Ik heb me daar nu eindelijk wat bij neergelegd en zei van, je bent zo, hè, dat is jouw uiterlijk. Davy, jij bent heel mager eigenlijk. Hè? Ik weet dat wij vroeger nog dat jij vroeger nog gezegd hebt aan mij dat je hele dure benen had en dat moeilijk was voor jou. Het is nog niet veranderd. Het is nog niet veranderd, is dat echt zo? Als het maar zo kleine zaken zijn, dat is oké. Iedereen heeft zijn eigen complexen. Ja. Dus dat is oké. En durf je dan, want ik ken een bepaalde bekende Vlaming. Ik ga hem nu niet noemen, maar mooie type, ja. En die durft bijvoorbeeld niet gaan zwemmen, omdat hij enorme complexen heeft over zijn borsten. Terwijl dat perfect normale borstkas heeft. Zou jij geen korte broeken aandoen omdat je dunne benen hebt? Of, ik ga korte broeken aandoen, maar een bepaald type, een bepaalde lengte. Allee, toch maar wel. Ik ga ook zeker op het strand mijn, dus niet echt kort zo. Het is toch ongelooflijk, hè? Ja. Hoe dat we dat allemaal. En wat ik aan de beiden wil vragen. Wie bepaalt dat eigenlijk? Hè? Dat wij mooi en of lelijk zijn? Wie bepaalt dat? Ik denk persoonlijk. In welk bureel wordt dat bepaald? Ik denk, het is een balans tussen wat dat je zelf relativeert in de spiegel. Ja. Hoe dat je omgaat met de buitenwereld. Ja. En natuurlijk hoe sterk dat je buitenwereld bepaalde uitspraken gaat gaan doen. Ja. Het is die balans die uiteindelijk wel een som maakt van je eigen beeld. Dave, jij gaat onmiddellijk voor 5 minuten de studio verlaten. Vele boekstands komt dan in de plaats van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds. En ik zie jou straks terug. Oké, ça va? Okay. Tot straks.
Welkom terug in het eenzame hartenbureau. We hebben een knappe man vervangen door een knappe vrouw. Veerle Boekstans van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds. Welkom. Dank je. Mensen hebben veel vragen natuurlijk over de kostprijs van esthetische operaties. Mm-hmm. Nu, zijn geval van Christian. Hoe beschouwt u zelf? Beschouwde u zelf niet als een... hoe zei je dat zo mooi? Geen gedrocht, hè? Dat was een lelijk woord. Een rariteit. Een rariteitenkabinet. Ja. Ja. Excuseer me dat ik het woord niet kwam. Wordt dat allemaal, dat moet toch allemaal terugbetaald worden door het ziekenfonds? Allemaal, dat is zeer veel gezegd. Nee, wat. Daar kom ik al met. Excuseer me, mijn haren komen dan al recht, want deze man was misvormd uiteindelijk. Ik weet het. Hè? Dus er zijn heel veel verschillende zaken en alles is nooit opgenomen in heel het gamma. Er zijn altijd speciale situaties en die zijn niet altijd vergoed. Wat wel vergoed is in deze situatie, zijn bijvoorbeeld 8 laserbehandelingen om wijnvlekken te verwijderen. Maar dat gaat dan over zichtbare plaatsen. Wat bedoelen ze daarmee? Dus eigenlijk het aangezicht, de hals en de handen. Dat zijn 8 laserbehandelingen die terugbetaald worden. Maar al de rest is toch en wel iets heel anders. Hoe heb je dat dan betaald, Christian? Ik heb dus kunnen beroep doen op het bijzonder solidariteitsfonds. Voilà. En ik heb ook heel wat steuns gekregen. Is dat gemakkelijk gegaan? Nee. Je moet je verantwoorden. Dat zijn onderzoeken naar. En dat moet ook gemotiveerd zijn door andere medische adviseurs. Ja, dat is een strijd geweest. Ja. Dat is toch degenererend? Je moet daar... Ja, op een moment had ik al voor meer dan 30.000 euro aan ziekenhuisonkosten. Ja. En omdat ik niet paste in een nomenclatuur van het ziekenfonds, dat omdat dat zo'n extremiteit was, zijn we dat gevecht moeten aangaan. Oké, ik ben geholpen geweest, maar dat is ook weer onrecht geweest. Hè? Dan, jij vertegenwoordigt het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, maar per extenso de ziekenfondsen. Een rijk land als Vlaanderen moet zo iemand toch kosteloos kunnen helpen, hè, Veerle? Kosteloos, dat is een groot woord. Hè. Dus voor niets gaat de zon op, dat is nu eenmaal zo. Maar al de rest moeten we toch een beetje kijken van waar het kostenplaatje zit. Dus dat die mens moet geholpen worden, uiteraard. Dat was duidelijk. Maar ik denk dat, ik hoor hem ook zeggen van het Bijzonder Solidariteitsfonds. En dat is iets dat heel veel mensen ook niet kennen. En daar ga ik dan weer eigenlijk naar onze dienstmaatschappelijk werk van het ziekenfonds. Alle ziekenfondsen hebben een dienstmaatschappelijk werk. Dus dat je daar eigenlijk moet beginnen. En zij gaan u doorverwijzen naar bijvoorbeeld dat Bijzonder Solidariteitsfonds en afspraken regelen met een adviserend arts. En daar is een hele rompslomp. Heb je van jouw ziekenfonds steun gekregen? Ja. Dat is een heel verloop. Je moet eerst één eerste etappe, dan de tweede etappe. Ja. Dan komt die goedkeuring. Je moet wel altijd eerst alles zelf betalen. Dan wordt dat terugbetaald. Ja, je moet het hebben, hè? Dat is een hele procedure dat je moet ondergaan. Je moet het hebben, eerlijk. Ja. Maar daar is dat Bijzonder Solidariteitsfonds voor in het leven geroepen. Ja. Stel u dat mensen, misschien een hele domme vraag, het zou niet mijn eerste zijn. Stel u dat hij het niet zou hebben financieel om het voor te schieten, kan dan het ziekenfonds even... Het ziekenfonds kan geen voorschotten geven. Als je echt zegt van ik wil die operatie, ik kan dat niet betalen, dan is het Bijzonder Solidariteitsfonds. Of eventueel als je zegt ik heb echt geen financiële middelen. Ja. En dat je ook eens bij het OCMW kan langsgaan. Ah, en toch. Dat daar eigenlijk een tijdelijk voorschot wordt, zolang dat solidariteitsfonds niet in orde is. Dat is ook nog een optie. Dat is Want kijk eens, het OCMW, het klinkt allemaal een beetje erg eigenlijk. Maar die mensen zijn er om te helpen. Hè? Ja. Dus als je in moeilijkheden zit of je zit met wat financieel, maar ook psychologisch, stap gewoon naar het OCMW en je zal geholpen worden. OCMW, een dienstmaatschappelijk werk van en je ziekenfonds. CAW en al van die zaken. Dus je moet daar... We hebben onze... je hebt de krappe man in jouw geheugen van daarnet, Dave. Hè? Ja? Stel nu dat hij bepaalde complexen heeft en waar je echt kan aantonen dat hij daar psychisch onder lijdt. Hè? Hij heeft blond haar en hij wil zwart hebben of zoiets. Ja, maar niet dat hij echt, we gaan dat in de ernst trekken nu, dat hij echt psychisch lijdt. Wordt het dan terugbetaald?
Ja, als het gaat, ik ga nu even terug een beetje in het belachelijke trekken. Als hij zijn haar gaat humor verven, altijd, hè? Als ja. hij zijn haar ja, wil verven, dan moet hij een verfje erop zetten. Ja, ja. Maar lijkt me helemaal niet nodig. Ben je misschien op idee, ik had hem straks. Nee, ja. Laat maar zo. Het is goed zoals hij is. Bedoel, psychologisch is dat ook heel vaak moeilijk. En mensen onderschatten dat, want je ziet een perfecte man, maar ook die heeft problematiek. Dan raad ik aan, kijk, ga eens langs bij een psycholoog. Ook dat betaalt het ziekenfonds terug, hè. Beperkt. Ik heb jou leren kennen als een warmhartige vrouw, okay. Die het VNZ vertegenwoordigt. Stel eens een vraag aan Christian over wat hij meegemaakt heeft. Is dat dit jou in iets wat uit jou nu spontaan opkomt? Wel, ik heb daarnet even met Christian aan tafel gezeten en ik merk vooral hoe een warme, lieve man dat is. Dat is waar, hè? En ik zie eigenlijk zijn problematiek minder. Maar als ik de foto's van daar straks gezien heb, dan begrijp ik heel goed wat hij allemaal heeft meegemaakt. Ik heb een bewondering voor hem. Wat dat ik hem nu zou willen vragen is van, hoe voel je je nu? Goed. Ja, dat zie je. Ja, ik straal dat ook uit. Voilà, dat bedoel ik. En het is ook zo, ik neem al wat ik kan nu in het leven. Ik laat het toe. Oké, ik gebruik ook mijn uiterlijk, maar het is wel mijn innerlijk die constant aan bod komt en die ook veel mooier is dan mijn uiterlijk eigenlijk. Ja. Ja. Ja, alhoewel. Het is beide. Het is volgens beide mij is het een goede balans. Ja, het is... Het mengelt hem samen bij jou nu. Ja. Ik vind jou nu wel een mooi... Je hebt nu wel een mooi uiterlijk, vind ik. Het is een beetje speciaal. Zou jij dit nog... want we hebben daarnet ook aan de tafel voor de opname. Zou je dit nog veranderen? Nee, het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Ja, snap ik. Ik heb zoiets van, je kunt altijd maar beter en beter en beter. Ja. Maar voor wie zou ik het nog moeten doen? Ja. Ik ben blij met de persoon die ik zie in de spiegel. Ik sta ook één nu met dat uiterlijk dat ik nu heb. Want dat was een heel groot werk om daaraan toe te komen. Want ze kunnen het op een millimeter juist corrigeren, maar geestelijk loopte jij achter. Hè? Dus ik zag een persoon in de spiegel dat ik niet aanvoelde. Dus dat is een aanloop geweest om daaraan te geraken. En vandaag heb ik dat bereikt. En die littekens en mijn lip die een beetje anders oogt, ik neem dat erbij. En jullie moeten dat zeker ook doen. Ja, zeker. Ja. Met veel Veerle, laatste vraag. Heb ik esthetische operaties nodig? Nee. Zo hier zo? Hou het zoals je bent. Ja? Oh, ik denk dat je eerder psychologische hulp nodig hebt. Okay. We gaan hem bellen. Ik kan mij altijd contacteren via Facebook. Ja. Edwin Isobar, je kan mij schrijven. Wat vinden jullie trouwens? Moet dat wat opgehaald worden of niet? Schrijf het mij. Oké, tot straks. Welkom terug in het Eenzaam Hartenbureau, waar we praten over uiterlijk. Wat is knap zijn, wat is lelijk zijn? En uiteraard willen we allemaal zo knap mogelijk zijn. Ik heb een vreemde vraag voor jullie, die ik eigenlijk niet voorzien heb. Christian, wat beschouw jij als een knappe vrouw, knappe man? Aan welke normen moeten ze, uiterlijke normen, esthetische normen moeten ze voldoen? Oh, ik heb heel je mag graag... daar ver in gaan, hè? Ik heb graag mensen die heel toegankelijk zijn, sociaal, die me laten zijn wie dat ik wil zijn. Ja, maar ik wil vooral op de jukbeenderen en de oren en zo. Dat type, de fysieke kenmerken. Ik val eerder op karakterkoppen. Dus zo mensen die niet... conform zijn aan al die schoonheidsidealen, daar val ik zeker op. Zeker niet de Claudia Schiffers of die Tom Cruises. Zo meer dat type van Meryl Streep. Zo dat soort vrouwen, dat vind ik heel mooi, omdat die iets uitstralen. Ja. Die hebben ook veel meer charme. Je gelooft die ook als die iets vertellen. Als een Claudia Schiffer tegen mij zegt van iedereen vindt mij knap, want dit en dat. En zij zelf gelooft dat niet. Ze weet maar al te goed met wat dat ze bezig is. Dat soort vrouwen, dat stoot mij af. En ik heb daar ook ervaring mee, want ik heb ook een beetje achter de schermen van Miss België meegewerkt. Ook van Mr. België. En ik wilde ook weten waarom dat die mensen zoveel meer kansen kregen dan ik.
En ik heb er geen antwoord op gekregen. Dat is gewoon dat visitekaartje. Dat klopt. Die hebben ook vaak heel weinig te vertellen. Omdat dat ook alleen maar draait rond dat uiterlijk. En dat is, allee, ik heb daar veel minder aandacht voor en ook veel minder sympathie. Dat staat te ver van mijn levensmanier af. Ja, ik ga straks een zijsprongetje maken naar jouw liefdesleven trouwens. Maar eerst ga ik naar Dave. Wat vind jij, maar de uiterlijke kenmerken, hè, wat vind jij een knappe vrouw, knappe man? Ik snap zeker wat mijn collega hier zegt, van het moet de persoon zijn die iets te vertellen heeft, die diepgang heeft, die goed nadenkt, ook over het gesprek die erin zit. Ik vind wat korter door de bocht van, die hebben vaker minder te vertellen. Het is wel zo, die krijgen wel vaak andere gesprekken voorgeschoteld of andere projecten. Maar zijn je toch bezig over het innerlijk? Je hebt toch ook wel bepaalde oortjes, de kleur van de ogen, de lippen, de... Ja, maar het is... Kom, wees eens eerlijk. Het cliché is waar, je moet nog altijd... Draait, als je meer relatie aan gaat, moet je nog altijd toffe avonden mee gaan hebben. En dat is heel belangrijk, maar ik ben wel op dat vlak het cliché die valt op de typische schoonheden. En ik kijk daar soms ook wel met een bepaalde jaloerse blik naar van jij. De tijd. En dat is ook de Instagram en de modebladen en dergelijke die ons dat een beetje... En welke schoonheden, welke mensen vind je dan mooi? Ik val zelf ook wel meer op Latino mensen. Ja. Maar ik kan wel heel veel mensen mooi vinden. Ik kan u niet bepaald een naam noemen, want dat zou een ellenlange lijst zijn. Maar ik val wel op de klassieke media schoonheden, om het toch zo te zeggen. Toch wel, ja. Ja. Vind je dat je dan... je daardoor laat vangen door hetgeen wat ons voorschot? Toch wel, ja. Ik vind dat soms ook heel erg van mezelf, dat ik die afweging maak van, zou ik nu zo mooi kunnen zijn? Of hoe voelt dat nu om zo wakker te worden? Ik denk dan nog, hè? Ja. Iedereen heeft zijn leefwereld en zijn raakpunten. En zoals ik zei, ik ga mezelf niet als knap gaan beschouwen. Maar er is wel, er is een bepaald spiegelbeeld dat je jezelf soms voorhoudt. En de media en social media helpen daar natuurlijk heel erg in. Ja, jij ligt gewicht. Psychologisch. Zeker vast. En lichamelijk bijvoorbeeld is dat zeker. Ik kijk altijd naar een gespierde man van hoe is dit nu. Ja. Christian, ik moet je nog iets vragen. Zeg maar. Een deugnietsvraag. Ja, ja. Toen je nog die wijnvlag had, heb je mij verteld dat jij veel vriendinnen had. En dat... Ik ben wel bi. Oké, okay, ja. Ja. En het is dus wel zo, dus... Ik trok heel veel tegenpolen aan. Zoals? En ik noem dat zo'n beetje het Gainsbourg-effect. Ik was altijd omringd met heel, heel knappe mensen. Die voldeden aan de normen. En dat is gewoon omdat ik ook eigenlijk geen concurrent was bij die mensen. Ik weet dat. Ik was altijd de persoon in de zwakkere positie. Dus ze moesten geen... Maar je had daar geen seks mee met die mensen? Jawel. Toch wel? Ja, ja, jawel. Jawel. Ja, dan moeten die mensen jou toch ook en al graag gezien hebben. En ik kreeg heel veel reactie, hè? Bijvoorbeeld als ik... Dave? Ik heb een relatie gehad, ik herinner me een Giselle van vroeger, ik was 21 jaar oud. Oh. Dat was een heel mooi meisje en die kreeg heel veel reacties van, wat doe jij met zo'n jongen? Je kan veel beter krijgen. En dat waren vaak de reacties, dus de mensen die met mij omgingen, die moesten ook lijden onder wat dat ik meemaakte en die konden dat niet aan. Maar ik trok wel de tegenpolen aan en ik heb dat vandaag nog. Ik heb dat vandaag nog, ja. Ja. Nu, ik ben ook wel iemand die heel veel liefde nodig heeft. Dus ik kan dat ook wel geven. Omdat ik dan weet dat ik ook veel terug ga krijgen. En ik ben niet blij met één relatie. Ik heb er graag veel. Ik wil zoveel mogelijk liefde. Ik wil daar ook van genieten. Want ik heb het niet gehad in mijn jeugdjaren. Dus waarom het vandaag niet realiseren? Nu ik de kansen krijg. De laatste vraag, voor we naar het laatste stukje gaan. Je hebt jouw moeder vernoemd, hè? Ja, ja. Ze heeft een belangrijke rol in jouw leven gespeeld. Ja, ja. Die leert je uiteindelijk wat dat liefde kan zijn. En daarvoor moet het doen, hè. Als iemand je zoiets komt zeggen. Ja. Ja, dat is de betekenis of de definitie van liefde, dat krijg je van thuis uit mee. Leeft ze nog? Nee. Maar dus als je dat van thuis uit meekrijgt, dan wil je dat later ook...
ja. nog meemaken. En je weet eigenlijk ook wat de betekenis ten volle is. En ze kijkt misschien ook... hierboven, wie weet. Wat zeg je? Ze kijkt misschien hierboven. Dat weet ik niet. Ik denk, eenmaal dat hier gedaan is, is het ook gedaan. Waanzin, het geloof bij waanzin, mij is een waanzin. Afgesloten hoofdstuk. We gaan optimistisch blijven. Ja, ja, okay. Ja. Goed zo. We gaan straks maar even onderbreken en straks naar het laatste stukje van het Eenzame Hartiebureau van vandaag. We gaan deze uitzending besluiten van het Eenzame Hartiebureau. En ik heb aan mijn twee eminente gasten gevraagd, Dave en Christian, om rechtstreeks naar de camera te kijken en de kijker die daar zit, achter de lens, hè, een raad te geven, moed te geven in verband met hun uiterlijk. Dave, jij begint. Ik zou als raad willen geven om te doen wat je wil doen. Wat jou goed doet voelen en als het niemand anders gaat, ga ervoor. Maar probeer ook wel te kijken naar wat je wel in huis hebt en de goede dingen aan je uiterlijk, aan je omgeving, de feedback die je krijgt. En zoals Christian zei, luister ook naar de mensen dicht rondom jou. Ze gaan eerlijk zijn, maar vooral heel liefdevol. En dat is zoveel belangrijker dan uiterlijk. Christian? Vooral geloven in jezelf. En mijn leuze is nog altijd... Anders zijn kan ook mooi zijn. Absoluut, absoluut. Twee mooie nadenkers, hè? Goed. Zeg, bedankt beiden om te komen. Ik vond het een heel boeiend gesprek en ik hoop de kijkers ook. En we gaan afsluiten zoals we dat elke week doen, met een prachtig gedicht van de gezondheidseconoom, geschreven ook door hem en voorgedragen van Lieven Allemans. Ja. Tot volgende week, dag. Geluk. Er komen barsten in de muur die ons scheidt van het geluk. We wrikken aan de stenen met de blote hand en mikken ze stuk voor stuk naar de spiegel van het leed van het verleden. Tussen de scherven en het puin ligt een pad dat we betreden en we knikken. Dit is het pad dat leidt naar het geluk. En helemaal als afsluiter van het Eenzame Hartiebureau wil ik nog twee boeken aan jullie aanprijzen. Dat is van Christian Pieters uiteraard, een van onze gasten. Vijand wordt de vriend is nog steeds te krijgen, hè? Dat klopt. Christian, in de boekhandel. En dan Christian Pieters, La Peau Rouge in het Frans. Goed zo. Dit was echt helemaal het einde van het Eenzame Hartiebureau. Wees zedig, wees braaf, doe zoals ik. Wat denken jullie daarvan, gasten? Oké, jullie staan verstomd. Goed zo, ja. Tot volgende week. Dag.